In het weekend van 9 en 10 juli vierde Het Is Niks en Het Wordt Niks haar 40-jarig bestaan. De zaadarmen die kennende werd hier groots uitgepakt. De primeur voor Het Is Niks was het opluisteren van de 50ste verjaardag van Sjang Jesse. Een echt Rijksweg Noord-icoon. Met een hoog trom- en tamboerijngehalte werd Rookie Tsookie het eerste succesnummer. Halverwege de jaren 80 werden de eerste voorzichtige stappen buiten de provincie gezet. In Dordrecht, Eindhoven en Bemmel werd met succes deelgenomen aan optredens in wedstrijdverband. Vaak werd de publieksprijs gewonnen en in 1992 werden de mannen van Het Is Niks zelfs nationaal kampioen. Ook de optredens in Venlo in de Zoepkoel en het Watersnoodbenefietconcert in het MEC behoorden in die tijd tot de muzikale successen. Begin jaren 90 werd de internationale carrière gestart. De laatste 10 jaar doen ze het wat rustiger aan met een paar optredens per jaar. Start, ging kijken en maakte de volgende sfeerreportage.